Marieke wordt aan het einde van de middeleeuwen vanuit Brabant naar Nijmegen gestuurd voor boodschappen. Maar haar peettante weigert haar een slaapplek waarna ze op straat belandt. Ja, ze voelt zich niet welkom, alleen gelaten, verlaten. En wie komt dan haar redden? Dat is toch Moenen, een hulpje van de duivel. En hij troost haar, hij belooft haar alles te zullen leren en geven wat een meisje van pakweg 14 nodig heeft. Marieke vertrekt met Moenen naar Antwerpen en leeft 7 jaar in zonde. Maar eenmaal terug in Nijmegen ziet ze op de Grote Markt een wagenspel. Nou, en dat spel ontroerde Marieke zo dat zij berouw kreeg. En uiteindelijk richting vergeving ging en uiteindelijk ook vergeven werd. Het verhaal van Marieke heeft nog altijd grote aantrekkingskracht op de vele toeristen die Nijmegen bezoeken. So then she was begging Moenen, please bring me back to Nijmegen. Vergis je er niet in, Marieke van Nimwegen, 500 jaar geleden gepubliceerd. En het is nog steeds actueel en nog steeds populair.